Ik ben onderweg naar de Oostvaardersplassen. Daar is de Vossenburg van Volg de Vos. Ik ben betrokken bij de techniek. En ik ben heel erg benieuwd hoe de ervaring van de boswachters is. Hun ervaring met 4G en de kwaliteit ervan. Goedemiddag. Ja. Welkom in Oostvaardersplassen. We gaan even de boel bekijken. Nou, hartstikke leuk. In de hele wereld waren weinig beelden eigenlijk bekend van hoe zo'n vos eigenlijk dan, hoe die jonge vosjes werden geboren. Wel hoe vossen boven de grond leefden, maar echt hoe de geboorte was, hoe lang ze onder de grond bleven en wat ze daar deden, dat wisten we totaal niet. Zodoende hebben we daar met elkaar een vossenproject van gemaakt en we hebben een burcht gemaakt. En we hebben camera's geplaatst en vorig jaar was het een geweldig succes en dit jaar weer een geweldig succes. Het leeft enorm. Vorig jaar uit 116 landen hadden mensen meegekeken. En ze twitteren en Facebook en allerlei social media gebeurt dat. Dat is geweldig. Wat betekent 4G nou voor dit project, Leo? De beelden die zijn gewoon geweldig. Als je dan kijkt in het begin dat daar slecht beeld gewoon had. En het, nu hoe scherp dat is, dat is gewoon geweldig. Ja. En de vossen zelf, hebben die eigenlijk last van de camera's in hun hol? Nee, niemand kan erbij komen of komt erbij. Dus ze worden lekker met rust gelaten. Ja. Nou, hier zie je ons kantoor. En daar hebben we ook de monitor staan van Volg de Vos. Nou, hier hebben we de mast geplaatst. Oh ja. En ik denk dat jij mij wel kan vertellen van hoe dat werkt. Nou, dit is als het ware gewoon de mobiel in een vergrote versie. En vanuit hieruit, en dat is dus het mooie van 4G, kan je met hele hoge bandbreedte, toch wel 10 keer hoger dan wat er eigenlijk met ADSL mogelijk was, kan je de HD-beelden versturen naar de webserver. En die webserver, daar kunnen de gebruikers op inloggen en die kunnen dus inderdaad die Volg de Vos beelden zien. Het unieke ervan is dat met 4G heb je niet alleen dat je het kan ontvangen, maar je kan ook versturen. En vandaar dat we dit jaar echt voor het eerst HD-beelden vanuit een locatie kunnen worden verstuurd door de lucht in plaats van door ADSL-kabeltjes of via 3G. Zullen we ook even kijken bij de monitor binnen? Ja, graag. Ja, vind ik leuk. Nou, hier zie je dan de webcambeelden. Ja, camera 1, 2 en 3, inderdaad. Ja. Hoe belangrijk is communicatie voor jouzelf nou? Nou, dat is heel erg belangrijk. Dat je gewoon overal in het bos, dat je gewoon dekking hebt. En is er wat aan de hand, dan kun je gewoon snel kan bellen. En dat je dus overal bereikbaar bent. Nou, ik weet zeker dat ik nog een keertje kom hier. Absoluut, veel te leuk.